De Mercedes is net in de voorhoede goed vertegenwoordigd. Ja, en terwijl ze gaan draaien, ik was soms eigenlijk hier even heel kort bij een Ferrari met een bijpassagier. Gaat dat sprint extra... Sprint er extra? Ja, dat is wel. Die gaan een touwtje doen. In de Ferrari, dus Gaston hier met z'n twee zoons, dus met z'n drieën gaan ze daar een sprint doen. Hoe sta jij met die Mercedes? We zijn klaar. Wit staat op rood, zodra het licht uit is, gaan we dan een vol gas. Het spanningsmoment komt eraan. En dat... Ja! Ik zeg, programma top, hier is er niks bij. Is dat stoplicht te volgen? Oké, is een volgende. En uiteraard is hij weer. Het is alsof de jongen vandaag was, hoor, die supercar. We zijn bezig aan de tweede ronde. En ik moet hier rechts altijd nog even dat de eerste zeg maar als een soort fly-out geweest is. Dat ik hoop dat de rijders er nu met iets meer lef en inderdaad de bussencontrole volledig uitgevoerd zijn. Het licht blijft weer groot staan. De baan is nog niet vrijgegeven, maar we hebben nog 12 mm rubber erbij hier. Ik denk de batterij van het lampje leven hier. Wat extra aandacht voor deze twee prachtige mensen. Ik kan het wel stom dat hij op de brit.